Vraag een willekeurige fan van HSV welke Nederlander de meeste indruk heeft gemaakt bij de club. Ik krijg stevast hetzelfde antwoord. Nou, ganz klar Van der Vaart, ne? Auf jeden Fall. Er hat hier super Spiele abgeliefert. Er ist beim Publikum angekommen. Und was mich am meisten beeindruckt hat, das war, dass er sein Abschiedsspiel hier in Hamburg gemacht hat. Und nicht irgendwo in Holland, Ajax Amsterdam oder so. Das hat er hier in Hamburg gemacht. Das heißt mit anderen Worten, dass er vom Herzen her auch bei diesem Verein geblieben ist. Ne? Das kommt nicht nur bei mir gut an, sondern bei vielen HSV-Anhängern, die immer sagen, da hat hier alles gegeben. Ne? Nooit eerder was het gemis van de voormalige Oranje International zo groot als nu. Na de degradatie uit de Bundesliga in 2018 is dit alweer het vijfde seizoen op het tweede niveau. En dat laat zich voelen. Im Moment ist ja sehr viel Euphorie hier, nicht? Wenn man das sieht, in der zweiten Liga ein ausverkauftes Stadion mit knapp 60.000 Zuschauern, das ist, glaube ich, in Europa einmalig, nicht? Aber die erwarten natürlich auch, dass der HSV wieder in die erste Liga aufsteigt, nicht? Im Frühjahr dann haben die immer so eine kleine Delle, ne? Und lassen die Punkte liegen und jedes Jahr sind irgendwelche Vereine da, die das mithalten können und dann ja, reicht es nicht, ne? Wir sind jetzt im fünften Jahr dabei und wir haben im Moment eine Position, wo man nicht weiß, werden sie Zweiter? Erster glaube ich nicht mehr, da wird nicht mehr passieren. Und wenn sie in die Relegation müssen, das sind starke Mannschaften aus der ersten Liga, ob sie das da schaffen können, kann ich mir nicht unbedingt vorstellen. Ne? Iemand, die sich als geen ander kann verplaatsen in de pijn van de HSV-fan, ist Nico-Jan Hoogma. De huidige technisch directeur van Heracles Almelo speelde rond de eeuwwisseling bij de gevallen topclub toen de successen binnen en buiten de landsgrenzen aaneen werden geregen. Een situatie die in niets te vergelijken is met de huidige crisis. Het was natuurlijk al een aantal jaren kantje boord. Ik meen een aantal jaren op rij dat zij promotie-degradatie speelden. Een aantal keer met hakken over de sloot net gered. En de verklaring... Ja, het is altijd moeilijk te zeggen op afstand, maar wat ik wel veel hoorde was dat het in de top altijd aan het rommelen was. Of het nou de afziensraad was of bestuur voorstand, daar was toch wel regelmatig heel veel onrust, maar ook heel veel lijntjes met Bildzeitung, wat dan weer zaken publiceerde wat niet naar buiten had mogen komen. En eigenlijk altijd onrust vanuit de top, wat dan uiteindelijk... terugvloeit op de werkvloer. Ja, dit doet ze zeker pijn. Zo lang al niet op het hoogste niveau. Waarbij ze eigenlijk tot dat moment ook de enige club waren die nooit uit de Bundesliga waren gedegradeerd. Dat doet wel heel veel met de mensen. En het wordt wel zo langzamerhand tijd om terug te komen. Mocht HSV er dit seizoen in slagen om terug te keren in de Bundesliga, dan wacht de club een hels karwei. Niet alleen moet de selectie flink worden versterkt, ook op bestuurlijk vlak wordt het tijd dat de rust terugkeert. Hoogma weet wel wat er voor nodig is om weer een stabiele Bundesliga-club te worden. Ja, op bestuurlijk niveau stabiliteit, rust, continuïteit. En dan langzaam uitbouwen ook in kwaliteit in jouw elftal. Maar goed, het is natuurlijk zo als je promoveert de Bundesliga in... Dan word je ook weer veel interessanter voor spelers. En HSV zal altijd die aantrekkingskracht ook houden. Man moet hard gucken dat man een jonge speler eraan houdt. Was die jetzt ook met Ludovic. Die haben jetzt, vind ik persoonlijk, zeer goed dat die jonge speler geholt hebben. Maar am trainer festgehalten hebben en niet gelijk in paniek vervallen. Man moet längerfristig een beetje daaraan opbouwen met jonge spelers. En die natuurlijk versuchen zu halten. Ne? Aber das wird dann auch schwierig, wenn man nicht aufsteigt. Aber wenn man aufsteigt, glaube ich schon, dann könnte man da ein bisschen Stabilität reinkriegen. Kijk, de club leeft wel. 90.000 Mitglieder, die erbij horen als ze thuis spelen. 57.000 Zuschauer, Stadion uitverkocht. Grote sponsoren die er toch achter staan. Grote sponsor in de zin van, of aandeelhouder eigenlijk, kunnen. Die daar constant ook geld in pompt.
Ja, dat kan natuurlijk niet eeuwig doorgaan. Dus het wordt wel wat zo langzamerhand wel tijd. En daar horen ze ook thuis. In Huize Hoogma gaat de vlag in ieder geval bij een terugkeer in de Bundesliga uit. Of toch niet? Nou ja, wij zijn niet zo van de vlaggen uit of zo. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Dan zijn we blij. Ja, zeker. Wij vinden dat een club als HSV gewoon in de Bundesliga hoort.